Je examenresultaten? Is dit een grap? Misschien kan ik het veranderen. Het werkt niet. Wat ga ik doen? Een onvoldoende? Misschien kan ik het veranderen. Dit is stom. Oké, denk na. Aha, ik weet het. Ik heb alleen dit lijmpistool en een stuk lijm nodig. Ik doe wat lijm op het uiteinde. En dan druk ik het vervolgens op de inkt. Ik hou het daar voor een paar seconden en dan gaat het er meteen af. Ik ben een genie! Nou, misschien niet. En nu kan ik mezelf een nieuw cijfer geven. Ik verdien die 10. Kijk dit eens. Je bent zo slim. En een opschepper. Geef me de volgende keer maar gewoon de antwoorden. Wacht even. Wist je dat we een toets hadden? Psst. Wie is die enge kerel? Ik heb wat je nodig hebt. Wiskunde, Engels, meer keuzevragen? Je hebt me overtuigd. Eerst betalen. Natuurlijk. Eens kijken wat ik heb. Ik denk dat dit genoeg is. Alsjeblieft, trendy en alle antwoorden. Wauw, dit is geweldig. Bedankt. Weer een tevreden klant. Ik kan je me helpen? Met jouw stijl? Ik kan geen wonderen verrichten. Dit is zo spannend. Dit is de slimste gum op de markt. Dit is beter dan studeren. Ik moet die antwoorden kopen. Er moet wat snoep zijn. Dit gaat niet veel opleveren. Pardon? Wat kan ik hiermee krijgen? Wat een grap. Ga weg. Een ninja rol hier weg. Loop gewoon. Mooi, wat ga ik nu doen? Wacht even. Dit geeft me een idee. Het is proberen waard. Ik leg mijn telefoonhoesje over het scherm en dan kan ik gewoon door de antwoorden scrollen. Nu ben ik klaar. Er wordt niet gespiekt in mijn klas. Ik kan dit beter verbergen. Laten we eens kijken wat de speakscanner zegt. Dit is niet goed. Ik wist het. Spieken met een gum. Ik walg hiervan. Ik moet dit bij elk examen doen. En wat is hier aan de hand? Niemand kan de speakscanner verslaan. Je gebruikt een hoed om de antwoorden te verbergen? Oh, betrapt. Het gaat tot nu toe goed. Oh, de lerares komt eraan. Ik weet dat ik hier ga vinden wie er spiekt. Ga alsjeblieft niet af. Hij moet kapot zijn. Hier wordt niet gespiekt, mevrouw. Wat een goede meid. Oh, ik geef het op. Oh, ik heb heerlijk geslapen. Hoe laat is het? Oh nee, ik ben te laat voor school. Ik moet haasten. Ik pak wat kleren. Wow! Ik heb misschien te veel kleren. Oh, mijn hoofd. Dat bespaarde in ieder geval wat tijd. Goedemorgen, mama. Je moet wel ontbijten. Wat heb je aan? Hoezo? Sorry, mam, ik moet gaan. Wat een meid. Oh nee, niet alweer. Ik kan dit niet elke dag doen. Goedemorgen, ik moet gaan, mam. Wat draagt ze nou? Dat meisje moet zich beter kleden. Deze kamer is een puinhoop. Er zijn overal kleren. Moet ik alles doen? Ik heb wel een geweldig idee. Ik haal deze kleren eruit. En ik hang de kledingopberger op. Dingen zijn nu al netter. Een outfit voor elke dag. Kijk, mama regelt het weer. Wakker worden, het is tijd voor school. Wat? Ik had een geweldige droom. Het is tijd om je aan te kleden. Tada, kom op. Prima, ik ben al wakker. Kijk, het is allemaal netjes en opgeruimd. Wauw, mam, ik kan al mijn kleren zien. En het is gesorteerd op outfits. Wat een goed idee. Dit ziet er goed uit. Oh nee, de tijd. Je bent zo grappig. Fijne dag verder. Dankjewel, mam. Je bent de beste. Mijn eigen eenhoorn. Hij is zo schattig. Maar je hebt wat kleur nodig. Mijn pennen liggen hier ergens. Oeh, dat voelt niet goed. Er is overal inkt. Ik kan niet hiermee tekenen. Mam! Wat is er aan de hand, lieverd? Kijk naar mijn pennen. Oh, lieverd, het is oké. Mama weet wat ze moet doen.
Eerst gaan we dit opruimen. We kunnen geen vieze handen hebben. Laten we je tas schoon proberen te maken. Het werkt niet. Wacht even, we halen een nieuwe tas. Ik heb alleen mijn telefoon nodig. Wauw, rugzakken zijn duur. Het komt wel goed. Mama moet even haar geld checken. Oh. Ik wist dat het te mooi was om waar te zijn. Ik haat het om een kleine meisje van streek te zien. Wacht even, ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. Dit zou kunnen werken. Om inktvlekken te verbergen heb je alleen wat gekleurd vilt nodig. Snijd het vilt in delen van de eenhoorn. Breng lijm aan op elk onderdeel en zorg ervoor dat je het vilt bedekt. Plak het stuk vervolgens op de rugzak. Doe dit met elk onderdeel zodat je een eenhoorn hebt. Uiteindelijk bedek je de inktvlek. We kunnen de ogen niet vergeten en elke eenhoorn heeft prachtige wimpers. Dat is nog magisch. Hoi lieverd, hoe gaat het? Ik heb in ieder geval mijn inkt van mijn handen. Nou, mama heeft dit gemaakt. Wauw, een eenhoorntas. Ik vind hem super. Dankjewel, mam. Geen probleem, schat. Hij is perfect. Deze ken ik. Ik snap het. Huh? Super, mijn potlood is kapot. Dat is precies wat ik nodig heb. Ik moet sneakum zijn. Wat doe je? Die is van mij. Jaloers? Oh ja, dat voelt goed. Oké, dit is raar. Ach ja. Waar heb ik mijn puntenslijper gelaten? Nee, ligt hier iets onder? Oh, gewoon een hele hoop vieze kauwgom. Wat moet ik doen? Auw, er zit iets in mijn schoen. Wat is dat? Mijn puntenslijper. Ik wist dat ik hem ergens veilig had opgeborgen. Komt die geur uit mijn sneakers? Ugh, dat stinkt verschrikkelijk. Ik heb tenminste mijn puntenslijper. Wacht eens even, dit geeft me een idee. Ik heb alleen wat kauwgom nodig. Perfect, dit zou echt kunnen werken. Ik doe de kauwgom op mijn ring en plak dan de puntenslijper erop. Ik zou hem nooit meer verliezen. Nee, nee. Wauw, zo trendy. Hij is zo handig. Nu kan ik mijn schoolwerk afmaken. Luna! Doe dat niet. Hi. Oké, kom hier. Ik moet wat huiswerk maken, oké? Oké. Ik ga tekenen. Dat is goed. Wauw, wat een mooie tekening. Het is een huis. Ik ben bijna klaar. Ik ook. Kijk, Luna. Wat ben je aan het doen? Oh-oh. Ik was het niet. Het zit overal op mijn boeken. Sorry, het is wel mooi. Het is verpest. Kijk ernaar. Wat ga ik doen? Wacht, deze inkt kan nuttig zijn. Het lijkt erop dat het tijd is om wat creatieve kunstwerken te verdoezelen. Leg eerst het papier op het notitieboekje. Gebruik vervolgens pennen om patronen op het papier te maken. Gebruik verschillende kleuren voor een levendiger effect. Ziet er goed uit, maar we zijn nog niet klaar. Neem vervolgens een plastic zak en giet de inkt erin. Pas op dat je niet morst. Zodra dat gebeurd is, sluit je de zak en plaats je de zak op het notitieboekje. Verspreid vervolgens de inkt. Neem wat vilt en knip een rand uit voor het notitieboekje. Plak het op het notitieboekje en heb veel plezier. Het is een geweldige manier om tijd door te brengen als je je verveelt. Wat een goed idee! Ik doe niks, beloofd! Hé, het is oké. Kijk! Is het voor mij? Ja, natuurlijk! Oeh, dit is leuk! Wat een opluchting! Kijk eens, ik maak mooie vormen! Dankjewel, Luna. Psst, Cheryl. Wat? Ik ben wakker. Oh, oké. Kijk eens aan. Ah, top, bedankt. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. Tada! Serieus? Oh, ik snap hem. Laten we het opnieuw proberen. Het gaat niet meer weg. Oh, permanent.
Ik kras er wel overheen. En dan poets ik het weg. Niemand die erachter komt. En nu het juiste antwoord. Wat vind je hiervan? Waarom zijn we ook alweer bevriend? Dit klopt niet. Kom op, ga er nou in. Ik denk dat ik misschien te veel dingen in mijn kluisje heb. Ga alsjeblieft dicht. Bijna. Eindelijk. Phew. Ik dacht dat dat nooit... Auw. Ik voel me slaperig. Cheryl's kluisje is open. Dat is vreemd. Cheryl, gaat het? Cheryl, word wakker. Ik wil niet naar school, mama. Ik moet haar helpen. Maar hoe? Deze tas ziet eruit alsof die nuttig kan zijn. En deze magneet. Dit kan misschien werken. Ik plaats de tas in het kluisje en haal hem op de plaats met de magneet. En ik doe hetzelfde aan de andere kant. Dit moet goed zijn. Dan vul ik de tas met Cheryl's spullen. Dit zal helpen Cheryl's kluisje op orde te houden. Wauw, ze heeft heel veel spullen. Wat een verschil. Ik denk dat ik Cheryl maar beter kan helpen. Joehoe. Ben jij een engel? Oh, jij bent het maar, Luna. Ik heb je kluisje voor je opgeruimd. Ik kan nu eindelijk alles zien. Wauw, het is zo netjes. Ik vind het geweldig. Dank je, je bent de beste. Geen dank. Kun je me nu laten gaan? Je plet me. Natuurlijk, beste vriendin. Ik kan maar beter mijn boeken pakken voor de les. Oeps, doe alsof je dat niet zag. Luna heeft alle antwoorden. Ik ben zo blij dat ik dit weet. Ik ben zo blij dat Luna weer weet wat ze doet. Met een klein beetje hulp. Ik moet snel zijn. Nee joh, ze is aan het spieken. Dat is zo genieperig. Cheryl, shh. Stop ermee. Maar dat is zo gemeen. Dat is prima. In plaats daarvan neem ik gewoon een snack. Ik heb dit nodig. Chocolade. Is dat snoep? Het ziet er zo lekker uit. Ik wil het ook. Ik heb zo'n honger. Het is zo lekker. Hey Cheryl, mag ik een stukje? Kijk eens aan. Nee. Genoeg. Alsof ik bang voor je ben. Kom dan. Er is maar één oplossing. Heeft iemand een raam geopend? Eén reep. Meer. Wat jij wil. Neem het maar. Geef me de antwoorden. Meer. Vooruit. Blij. Het was me genoeg om zaken met je te doen. Dankjewel, vriendin. Bedankt. Ik haat studeren. Dit is zo handig. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben zo teleurgesteld. Geef ze aan mij. Aww. Nablijven, jullie allebei. Ik kan het niet geloven, amateurs. Zo neem je stiekem eten mee de klas in. Lekker. Ik hou van deze baan. Ik heb zoveel zin in kunstles. Oké, klas. Vandaag wil ik dat jullie een kat tekenen. Kijk naar zo'n schattig gezicht. Begin maar. Oh, dit is lastig. Dit is een staart. Wauw, dat ziet er slecht uit. Klaar. Ik heb me een beetje gehaast, dus het is niet mijn beste werk. Wat? Ongelooflijk. Dit is de ergste dag. Geef me dat. Oh, maar je bent het waard. Ik heb een idee. Dit kan werken. Als ik het elastiekje om de pennen wikkel en ik doe hetzelfde aan de andere kant, dan kan ik de kat traceren in mijn notitieboekje. Het werkt. Zolang ik de lijnen volg, wordt het een perfecte kopie. Wauw, dat ziet er zo goed uit. Het is perfect. Ik ben onder de indruk, Cheryl. Bedankt. Ik ben een natuurtalent. Een voldoende? Prachtig, zoals altijd, Luna. Een 10. Blijf zo doorgaan. Bedankt. Oh nee, hij is nog steeds aan het printen. Shh, stop. Wat? Niets aan het handje.
Ik haat kunstles. Dit is zo moeilijk. Ik snap het niet. Nee, dat klopt niet. Ik moet snel zijn. Dit maakt het zoveel makkelijker. Ahem. Zo leer je het nooit, Cheryl. Mag ik naar het toilet? Ga, wees snel. Ik ga dit vak nooit halen. Oeh, ik neem een glas water. Ik heb echt even pauze nodig. Ik moet een plan bedenken. Wacht eens even, ik weet het! Dit is nutteloos. Dit is een geweldig idee. Ik zal de cijfers op deze beker schrijven en schuif er dan nog een beker overheen. Ik zal de tekens van optellen en aftrekken op de beker tekenen en dat herhalen we nog met meer bekers. Nu hoef ik alleen de bekers te schuiven om het juiste antwoord te krijgen. Ja, ik weet het. Ik zou dat antwoord nooit hebben gekregen. Het is zo makkelijk nu. Ik moet bijna mijn tenen gaan gebruiken. Misschien moet ik Luna helpen. Hé, hou je sokken aan. Gebruik dit. Wauw, bedankt. Wacht. Wat doe je? Oh, ik heb het geprobeerd. Ik ben zo in de war. Je bent zo dromerig. Nee, Luna. Je ziet er goed uit. Dit is zo ongemakkelijk. En zo irritant. Genoeg. Het is elke dag hetzelfde met jullie twee. Wauw, rustig aan. Ik heb een idee. Ik weet hoe ik met Kevin moet praten zonder Cheryl te irriteren. Eerst bedek ik mijn notitieboekje met plakband. Dat zou goed moeten zijn. Dan knip ik een vierkant uit deze spons. Precies zo. Vervolgens breng ik wat lijm op de spons aan. Ik heb niet te veel nodig. En ik plak de spons op deze pen. Nu schrijf ik een bericht voor Kevin. Zo. Hey, geef dit door aan Kevin. Dit is voor jou. Neem het aan. Super, ik kan maar beter antwoorden. Hoe is dit beter dan net? Ik vertel het aan de docent. Juffrouw! Ik pak die wel. Ik kan maar beter bericht wissen. Ik kan niet wachten tot vanavond. Geef hier, juf! Kijk dit eens. Ja, Cheryl. Ze geven briefjes door, kijk. Maar het was daar. Verspil mijn tijd niet, Cheryl. Het was een briefje. Ik zag het. Met mijn eigen ogen. Oh nee, mijn toets. Ik ga falen. Nee. Tot vanavond. Ik kan niet wachten.